Na de database trainingen in Para en Marowijne te hebben verzorgd, is er op initiatief van de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname FITS het afgelopen weekend ook een training in Apura gedraaid. Deze landelijke training is bedoeld om dorpsonderzoekers beter te leren omgaan met het effectief verzamelen en verwerken van de data in hun dorpen. FITS-directeur Silene Frans zegt dat deze training niet alleen bijdraagt aan het leren verwerken van verzamelde data, maar ook tot het creëren van structuur binnen de verschillende dorpen. Op de eerste plaats is het bedoeld dat de data gebruikt wordt door de dorpen zelf. Omdat we praten over ontwikkeling van onze gemeenschappen. En de data moet dus dorpen in staat stellen om plannen te kunnen maken. Plannen voor de toekomst. En dan praten we op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid. Maar ook onze eigen traditionele activiteiten. Vandaar dat we in dit onderzoek ook aandacht vragen daarvoor. Het onderzoek is op de eerste plaats bedoeld om voor ons als dorpsgemeenschappen om te begrijpen hoe onze samenleving in elkaar zit. En hoe kunnen wij het beste begrijpen? Door naar de mensen toe te gaan. En vandaar dat dit in dit onderzoek er ook een deel is speciaal voor huishoudens. En dat betekent dus dat onze dorpsonderzoekers zelf naar de huishoudens toe stappen en dit interview afnemen. Zodat wij van de huishoudens zelf kunnen horen hoe is hun situatie, hun leefsituatie. Hoe zien ze hun gebied? Hoe zien ze de ontwikkeling van hun kinderen? Hoe zien ze de ontwikkeling van zichzelf? En dat bedoel ik wanneer ik zeg, met dit onderzoek willen we de stem van onze mensen horen. Zij gaan zelf aangeven hoe hun situatie eruit ziet. En daarna in een vervolgd stadium gaan wij dus als, met dorpsgemeenschappen zullen we dan bespreken hoe we de situatie verder van onze huishoudens in onze dorpen willen zien. Frans zegt dat deze training zal helpen bij het verstrekken van data aan overige organisaties. Het staat niet mooi als er naar data wordt gevraagd en het niet kan worden overlegd. Er moet ten alle tijde structuur zijn in de informatie van de dorpelingen. Op dit moment hebben we de welbekende census van ABS, dat dus om een aantal jaren weer plaatsvindt. Ook onze dorpen doen daaraan mee. Maar toch is dat niet voldoende, want het blijkt dus dat de informatie die de ABS beschikbaar stelt aan het publiek niet specifiek op dorpsniveau beschikbaar is. Vandaar dat de FITS dus ook het initiatief heeft genomen met partners, met ondersteuning van partners, om dit nou eens eindelijk van de grond te krijgen voor onze dorpen zelf. Dus wat u hier ziet is dat het een eigen initiatief is van inheemse gemeenschappen, waarbij dorpsonderzoekers getraind worden en zelf de interviews gaan afnemen bij de huishoudens. En het is een grote mijlpaal voor een organisatie als FITS om dat in Suriname te realiseren. Het is de bedoeling dat tijdens deze training verkregen data, verkregen informatie, vanaf vandaag 17 april toe te passen in de dorpen. Dit zal worden gedaan door middel van het afnemen van interviews door de getrainde dorpsonderzoekers. Aan de hand van de training zal deze data worden verwerkt en opgeslagen.